Niet koud. Het is echt, ik heb het niet koud. Absoluut niet. Ik tril niet, ik bibber niet. Mijn tenen die zijn wel wat koud. Maar goed, ja, dat is eigenlijk het enige. Ja, ja. Dus dat... Ja, dat is heerlijk. Ja, lekker. Lekker gevoel. Ja. Sinds kort kun je een bezoek brengen aan het IJsmuseum in Schimmert. Binnen is het min 12 graden. Het advies is dan ook warme kleding. Maar dit zijn geen doorsneebezoekers. Doe dit om warm te worden? Ja, puur om op te warmen. Yes. Nu begin je toch wel langzaam te voelen, maar dit helpt wel om lekker warm te blijven. Ja, absoluut. He, dus primair is het goed voor je energie. Het is goed voor je adersysteem. Eigenlijk zeg ik simpel gezegd fitness voor je aderen. Maar het is ook goed voor je immuunsysteem. En het ziet er helemaal niet vreemd uit. Nee, toch? Valt het mee? Deze mensen volgen al geruime tijd de Wim Hof-methode. Beter bekend als The Iceman uit Sittard. Je kunt je lichaam trainen om extreme kou te weerstaan. Dus nemen ze wekelijks een bad met ijsklontjes. Maar min 12, dat is andere koek. Ik vond het in het begin misschien ook vreemd, maar ja, dat is de uitdaging ook. Hè? Om het toch eens aan te gaan. En ook ja, kijken, ja, wat is er mogelijk? Dus, en niet denken in blokjes. Out of the box. Ik dacht al ijsblokjes. Ja, dat is wel toepasselijk. Ja. Ja, want wij nemen allemaal aan, het is koud, dus we moeten gelijk ons warm aankleden. Ik dacht dat vroeger ook. Ik denk, kou moet je met warmte bestrijden. Nee, kou moet je met kou bestrijden. Terwijl buiten de mussen van het dak vallen, kleumen ze hier vrolijk verder. De opleiding tot ijskoning en ijskoningin is, wat je zegt, hot aan het worden. Oh, wat is het hier warm, Jezus. Oh, heerlijk. Oh, heerlijk. Ik ga weer terug.